Nou, het is al 30 jaar een saai centrum, hè? Er gebeurt niks. Ja, er wordt heel over gepraat, maar er gebeurt niks. Drie keer niks eigenlijk. Het is midden in het centrum een vangrail. Dat zie je niet op elk dorp, hè? Ja, niks, hè. Sorry, nog steeds niet. En ik hoop dat het heel gauw iets gaat worden, maar vrijdagmiddag is het gezellig. Er zijn de winkels er, maar voor de rest, nee. Vinden we het matig? Nee. Wat zou je graag zien gebeuren? Alles plat en een heel nieuw centrum. Lang gewacht en toch gekomen. Wie had dit nog durven dromen? En voor heel veel mensen was dit eigenlijk een droom waarvan iedereen dacht, die komt nooit meer uit. In 2010 was voor ons eigenlijk ook een belangrijk moment, want toen is het bestemmingsplan eindelijk vastgesteld door de Raad van State. Waarvoor met name ook dank, mag ik in dit geval ook wel zeggen, voor alle mijn voorgangers, ja, zowel van de wethouders, maar zeker ook van de ambtenaren en de ondersteuners. Terwijl ik dan op datzelfde moment heel erg goed begrijp dat voor mij het echte werk gaat beginnen. Nog de data erbij. Post. Ja, ga je gang. Brabant wonen is erg blij om mee te doen aan het centrumplan in Sint-Michielsgestel. We hebben van de gemeente begrepen, en dat blijkt ook uit onze cijfers, dat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen in Sint-Michielsgestel. Nou, waar een mooiere plek dan die te realiseren in het centrum van deze mooie kern. Dus we zijn heel erg blij dat we hier aan mee kunnen doen, zodat het niet alleen een plek wordt waar heel het dorp elkaar goed kan ontmoeten, maar ook een plek waar heel veel mensen goed kunnen wonen. Ik ben heel erg trots dat we vandaag deze mijlpaal voor het centrum voor Sint-Michielsgestel hebben kunnen bereiken. En ik noem het ook daarom een mijlpaal, omdat we nu ook echt kunnen gaan bouwen, verder kunnen gaan bouwen aan het echte leefbare centrum met heel veel vitaliteit. Een bruisend hart voor Sint-Michielsgestel. Het heeft mijn voorgangers en mij heel veel tijd en energie gekost om te komen tot dit belangrijke moment. En we hebben nu eindelijk de handtekeningen gezet zodat we het centrumplan echt kunnen gaan realiseren. Dus we kunnen op redelijk korte termijn echt aan het bouwen. De planning is oktober, aanvraag omgevingsvergunning, eind dit jaar startbouw. En dan bouwen we in twee fases. De eerste fase is het AH-blok met de Albert Heijn supermarkt en een aantal woningen voor Brabant wonen. Als dat klaar is, dan gaan we de tweede fase starten. Dat is de sloop van het huidige AH-blok en de start van de tweede fase. En dan is de verwachting dat we binnen ongeveer 2,5 jaar helemaal klaar zijn. Wat foto's. Ja. Wat is uw reactie daar nou op? Ja, dat ziet er een stuk beter uit. Een stuk meer centrum. Dat ziet er leuk uit, ja. Kijk eens. Hé, we krijgen een heel nieuw centrum. Joe, met winkels. Hier. Ja, dat ziet er goed uit. Nou, dit is echt een historisch moment waar inwoners van ons dorp jarenlang naar hebben uitgekeken. En op het laatst geloofde niemand er meer in dat dit ooit zou gebeuren. Eindelijk heeft Sint-Michielsgestel nu weer een hart, een ziel. En ik hoop dat het een kloppend hart wordt waar onze burgers tot in lengte van jaren met plezier naartoe gaan.